Ik heb weinig contact met mijn ouders. Ik onderhoud ze, ik betaal alle rekeningen. Dus ik weet dat ze nooit op straat komen. Omdat ze verslaafd zijn aan alcohol. Toen ik naar Nederland kwam en het was raak. Ik werd meteen verliefd. Ik zou nooit bereiken in mijn leven wat ik heb bereikt zonder mensen om me heen. Dat zijn verschillende mensen, verschillende afkomsten. Ik heb 12 jaar bijna van 5 uur 's ochtends tot 3 uur 's nachts gewerkt. Ik zou egoïstisch zijn als ik mijn verhaal niet zou delen. Want er zijn genoeg mensen die staan waar ik ooit stond en die kunnen daar niet vooruit. Het verhaal van kansarme jongeren naar succesvol ondernemer met een miljoenenbedrijf bestaat en is geschreven door mijn gast. Mijn gast Chris Florek. Van harte welkom bij CVD-TV. Ja, Chris, van harte welkom. Ik heb even geresearched, maar dat is niet je volledige voornaam, toch? Origineel. Nee, klopt. Spreek ik het Xustof of zoiets uit? Perfect. Ja, hè? Oh, echt perfect. Xustof, ja, hoe je het schrijft, dat ga ik niet zeggen. Want het is Z en S, want dat is Pools, hè? Ja, dat is Pools, ja, ja, klopt. Je bent geboren in Polen. Klopt. Opgegroeid daar ook. Klopt. Kun je daar iets over vertellen? Nou, ten eerste, Xustof, dat spreek je wel goed uit. En waarom Chris? Omdat het veel makkelijker is. Ja. Maar wat ik ervaren heb in het begin, dat de mensen gingen mijn naam uitspreken en dat klonk al als zuurstof. Dus ik denk, nou, laten we een Chris van maken. Ja. En zo is het gebleven. Ja, ik ben geboren en opgegroeid in Polen tot mijn 20ste. Ik ben opgegroeid in het huis met. Ik woonde met mijn ouders en 2 zussen, oudere zussen. Die woonden inmiddels ook in het buitenland. Eentje in Nederland en eentje in Duitsland. Maar in het begin, het was gewoon, ja, voor mij, ik wist niet beter. Mijn jeugd en alles wat ik ervaren heb om me heen, was gewoon voor mij standaard. En wat ik daarmee bedoel is dat, dat was vrij negatief. Nu kan ik wel, als ik terug aan denk en alles wat ik in Nederland heb ervaren en geleerd heb, kan ik dat makkelijk vergelijken van oké, dat was niet oké. Ja. En dit is zoals het hoort. Maar als je erin zit, dan realiseer je dat eigenlijk niet. Precies, ja. En, want hoe erg was het? Hoe nou ja, maar kijk, mijn ouders, ik heb weinig contact met mijn ouders. Maar ik onderhoud ze, ik betaal alle rekeningen. Dus ik weet dat ze nooit op straat komen. Nou, waarom zou ik bang zijn? Omdat ze verslaafd zijn aan alcohol. En dat maakt wat stukken moeilijker. En ook de jeugd, dat het gewoon anders was dan je zou eigenlijk willen. Hoewel ik nu altijd herhaal van dat als ik niet had gehad hoe ik had, zou ik nooit zijn wie ik ben. En ik zou niks aan willen veranderen. Ook alle vervelende dingen die ik meegemaakt heb, zoals alcohol en geweld en mentale misbruik, zeg maar. En dat soort dingen, wat heftig is. Nu ben ik meer van bewust. Yeah. Maar ik zou niks aan willen veranderen, omdat het heeft mij gemaakt wie ik ben. En ik ben gelukkig. Ja, en dat heeft misschien wel de ambitie aangewakkerd om een succes van je leven te maken? Nou ja, succes, wat is succes? Dat wordt altijd aan mij gevraagd van hoe sta je tegenover jouw succes? Maar voor iedereen, succes betekent niets anders. Voor mij, mijn succes is dat ik vanaf negatieve wereld een positieve wereld kon maken. Mm. Ik ben opgegroeid met de jaloezie, win-verlies. En vooral jaloezie. En dat mensen jou misgunnen. Mm-hmm. En nu ervaar ik het anders, dat het anders kan. En dat is mijn succes, dat ik nu positief in mijn Ik vond het wel mooi in een video die ik online van je vond, dat het woordje gunnen, dat het echt een typisch Nederlands woord is. Hè? Klopt. Tenminste, je kon geen vertaling vinden in het begin. Nee, klopt, ja. Ik heb inmiddels in Polen een boek uitgebracht, die met titel Gunnen. En het is mooi als ik op een ontmoet ik met ondernemers, 250 en ondernemers zitten voor me en ineens laat ik hun roepen gunnen. En dat kunnen ze ook niet uitspreken. Wij spreken dat zit niet in de Poolse taal. Mm-hmm. Maar gunnen, normaal gesproken, want dan probeer ik dat te vermijden, want dat klinkt als een wapen. Maar als iedereen roept gunnen en of mensen zeggen van Chris, nu heb ik het woord voor datgene
wat ik doe. En wat mij overkomt in mijn leven. Ja, het is gewoon mooi. Ja. En heel veel Nederlandse ondernemers vergeten het. Hè? Daar ben je mee opgegroeid. En dat, dan vergeet je het. Omdat het gewoon dat normaal is. Ja. Ik kende dat niet. Hè? Ja. Ik kende jaloezie. En dat is toch tegenovergestelde. Ja. Dus toen ik begon... Mijn werkzaamheden in Nederland. Hè. Ik was aan de klus en moest ik offerte maken. En de klant zei tegen mij dat je was niet de goedkoopste, ook niet de duurste, maar het is jou gegund. En toen dacht ik, ja, wat betekent dat? Dus toen ben ik gaan kijken en zoeken. En niemand kon mij uitleggen, een translator ook niet, nee. Wat van woord naar woord. Dus het is iets wat je moet omschrijven. Het is iets wat je moet ervaren. En het is het gevoel. En dat vond ik gewoon het mooiste. Dus als mensen dat zeggen, Chris, het is jou gegund. Mm-hmm. En nu kan ik zeggen, ik gun jou het. Ja, dan krijg ik kippenvel van. Begin 20 was je toen je hier kwam, hè? Klopt, ja. Was dat een soort van vlucht dan vanuit je huissituatie? Dat je zat van, jongens, ik ga mijn heil ergens anders zoeken? Of nee, niet hoe, echt. Hoe ik had dan? Nooit verwacht dat ik buiten mijn eigen stad zou gaan wonen. En stel, andere land. Maar hoe kwam dat dan? Gaan studeren. Kijk, mijn ambitie was altijd meer halen wat mijn ouders hebben gehad. Dus bijvoorbeeld rijbewijs halen. Mijn vader en moeder, die hebben dat niet. Rekening openen in de bank, dat hadden ze ook niet. Een pasje hebben, weet je, dat soort dingen. En ook diploma's halen. In mijn familie ben ik de enige die diploma heeft gehad. En toen ben ik ook weer gaan studeren. Werk volgende die ik wilde bereiken. Alleen toen liep ik tegen een muur aan dat ik niet kon betalen. En dan ben ik gaan werken. Ik heb een aantal maanden gewerkt. Daar kreeg ik niet voor betaald. Daar ben ik opgelicht. Dus moest ik op een gegeven moment alles wat ik had verkopen. Mijn kleren, mijn Walkman, weet je wel nog. Voor alles wat ik had moest ik verkopen om alleen maar huur te betalen en gewoon nog te kunnen studeren. Maar op een gegeven moment was het op. Dus toen kreeg ik kans om naar het buitenland te vertrekken. Hoe kreeg je die kans dan? Mijn zus die woonde al in het buitenland. Hè. Eentje in Duitsland en eentje in Polen. Ja, dus toen kreeg ik kans. Eerst ben ik in Duitsland geweest. Ja. Bij mijn jongere zus. En daar ook weer ben ik gaan werken in een hotel als schoonmaker. Voor een Poolse bedrijf. Heb ik een aantal maanden gewerkt. Kreeg ik ook niet voor betaald. Ben ik ook opgelicht. En toen moest ik wel weer verder gaan. En toen kreeg ik van mijn tweede zus die in Zoetermeer woont aangeboden. Chris, je mag bij mij komen logeren. Maar je moet zelf gewoon werk zoeken. En toen ben ik naar Nederland gekomen. Hoe oud was je toen? 22. Ja, dus, had je toen al de droom om ondernemer te worden? Nee, ik wist niet wat het was. Ondernemen. Ik wist niet wat ik wilde. Ik wist niet waar ik goed in was. Ik heb geen echte houvast. Ik wist waar was ik goed in? Ja, met kinderen. Ik zat 15 jaar in scouting. Ja. Altijd met kinderen spelen en dat soort dingen. En begeleiden. Dat meer. Ja. Maar echt een vak, dat had ik niet. En toen ik naar Nederland kwam en het was raak. Ik werd meteen verliefd. Op het land? Ja, op het land, ja. Waarom? Nederland. Weet ik niet. De structuur, de helderheid, contrast en vooral direct zijn. Ja, dat kende ik niet. Mm-hmm. In het begin was het wel confronterend. Zodanig dat ik moest huilen, omdat het zo confronterend was en zo direct. Dat mensen de waarheid zeggen. Ja, precies. Ja. En met korreltje zout was het toen achteraf, maar dat wist ik niet. Want je, kijk, ik zeg altijd tegen Poolse mensen, als je in Nederland bent, je moet de taal leren. Maar je kan taal leren om te kunnen vertalen, maar je kan ook taal leren om te kunnen begrijpen. En dat stukje miste ik nog in het begin. Ja. En nu inmiddels, ja... Nu begrijp je het. Genoeg zout erbij me altijd, ja. Hey, even lang verhaal, kort. Want ik denk als mensen dit zien en ze zijn geïnteresseerd, dan raad ik ze vooral aan om deze video uit te kijken om te beginnen. Maar om daarnaast jouw naam even te googlen, dan begin je dat beginverhaal vinden we overal wel terug. Hè? Ja. Hoe je eindelijk met niks bent begonnen. Klopt. En hoe je eerst gratis hebt gewerkt en toen uiteindelijk een baantje kreeg. En waar je nu staat, succesvol ondernemer. Ja. Daarover zo meer. Als we kijken naar die hele
die hele eerste fase, hè, waarbij je eigenlijk vanuit niets begon als Paul hier kwam. Ja. En het aan. Wat zijn de lessen, als je nu terugkijkt, hè, wat zijn de lessen die je aan, stel dat er nu iemand uit Polen of uit Oekraïne, ja, of verzin maar wat, hè, en die zijn leven hier wil opbouwen. Ja. Wat zijn de lessen? Nou ja, ten eerste durven worden wie je bent, hè, zoals mijn titel van een boek heet. Ja. Maar dat, daar vertel ik meer, heel vaak mensen voelen ze zich gediscrimineerd. En we vergeten soms waar we vandaan komen. En dat is eigenlijk je branding. Dat is eigenlijk wie je bent. En dat maakt je uniek. Mm. En dat probeer ik te laten zien. Ik ben ambassadeur van Polen in Nederland. Mm-hmm. En waar je ook vandaan komt, het maakt niet uit. Maar je moet dan nooit vergeten waar je vandaan komt. En ik denk dat het de grootste waarde is die je hebt. En dat moeten we nooit vergeten om te kunnen gebruiken. En laten zien van, hey, ik sta voor waar ik vandaan kom. Dat ben ik. En vervolgens ook een stukje willen leren andere mentaliteit. Want er is een Poolse mentaliteit, een Nederlandse mentaliteit, dat vertel ik in mijn boek. Dit is zo'n grote verschil. Mm. En dat is ook soms confronterend en bepaalde begrippen. Je moet ook wel willen leren en kennis maken om te kunnen begrijpen, om iets te kunnen creëren en willen creëren in een ander land. Ja. Heeft het ook te maken met dat jij zegt trots op je komaf, dat je moet vechten tegen vooroordelen? Heel vaak, natuurlijk wel. Ik ben in het begin ben ik geconfronteerd met die veroordelingen van alcoholgebruik of ruzies maken, vechten of wordt er misbruik gemaakt van Poolse arbeiders. En mijn doel was altijd, ik wil niet dat Nederlander voor mij werkt, maar ik wil zorgen dat wij allemaal met elkaar kunnen werken. Mm-hmm. Ik heb nooit gezegd dat de mensen voor mij werken. Dat kan niet. Dat zou ik niet kunnen uitspreken. Wij werken samen. Ik zou nooit bereiken in mijn leven wat ik heb bereikt zonder mensen om me heen. En dat zijn verschillende mensen, verschillende afkomsten. Maar we hebben dat samen gedaan. Mm-hmm. En dat denk ik dat het belangrijk is. En we staan op dezelfde niveau. En dat is het grootste ook verschil tussen mentaliteit. In Polen heb je hiërarchie. Je moet het wel doen. En dat werkt wel. Als ik jongens uit Polen heb en geef ik complimenten, dan dezelfde dag gaat alles fout. Je moet soms commanderen terwijl ik dat niet wil, maar het werkt wel. Dus dat stukje mentaliteit moet gewoon ergens wel blijven. Mm-hmm. Maar het verandert wel steeds meer. Ja, precies. Schets de bedrijven waar je nu staat. Mijn core business, dat is een interieurbedrijf, een afbouw van kantoorgebouwen. Maar ook om te overen naar appartementen. Dus dat is ook een stukje. Groeimarkt, kan ik me zo voorstellen. Zeker weten, zeker weten. En dat is ook mijn investeringen. Hè. Ik heb naast mijn core business waar ik verbouw voor mijn klanten, eigenaren van de panden, beheerbedrijven. Dat zijn mijn klanten. Maar daarnaast is het mijn privé investering. Ik koop kantoorgebouwen, die bouw ik om naar appartementen. En die verhuur ik. Ik lever daarna. Ik ben aannemer eigenlijk. Dus ik zorg altijd dat de kwaliteit heel hoog is. Maar dat het verhuurd wordt voor een normale prijs. Voor mensen die ook een stukje kwaliteit willen hebben voor normale prijs. En niet altijd die hoogste prijzen vragen. Ja, dat is een stukje gunning ook. Er zijn veel jonge ondernemers ook die geïnteresseerd zijn in die wereld. Hè? De wereld van vastgoed. En er wordt ook veel op YouTube. Ik bedoel, er zijn natuurlijk zat voorbeelden. Zeker. Van mensen die zeggen, joh, koop maar een pandje en je wordt vanzelf rijk en zo. Ja. Wat zijn de belangrijkste kenmerken voor een ondernemer die in jouw wereld succesvol moet worden? Nou ja, wat is succes? Hè? Als we geldgericht kijken, ja, je moet wel weten wat je wil doen. En je moet daar ook wel wat voor doen. Je moet ook dat stukje leren. Wil je investeren? Leer maar over investeringen. Hoe word je investeerder? En je moet altijd wat voor doen. Dat komt niet uit vanzelf. Je moet echt hard voor werken. Hè. We hadden eerder een gesprek. Ik heb 12 jaar bijna
van 5 uur 's ochtends tot 3 uur 's nachts gewerkt om het bedrijf, een businessmodel, om alles te verbeteren. Het kost gewoon tijd en je moet hard voor werken om te kunnen profiteren in latere dagen. En ben je dat nu aan het doen? Want je zei net gekscherend vlak voordat we dit gesprek hoorden van ja, eigenlijk ben ik helemaal niet meer aan het werk. Maar dat kan me daar niet zoveel bij voorstellen. Nee, kijk, elke ondernemer die ik ken, die kan niet stilzitten. Nee, zeg maar. Klopt. Maar laat ik het anders vragen. Wat is jouw definitie van succes? Ben jij succesvol? Succes is dan accepteren jezelf en werken vanuit je gevoel. Dus alles wat ik creëer, ik deel mijn verhaal. Hè. Ik zeg altijd, ik zou egoïstisch zijn als ik mijn verhaal niet zou delen. Want er zijn genoeg mensen die staan waar ik ooit stond. En die kunnen daar niet vooruit. En met mijn verhaal, boeken schrijven, Videoland, RTL, waar het programma heb ik gedaan, dat ik een Nederlandse gezin heb uit de problemen geholpen. Ik probeer al mijn verhaal te delen om toch met hoop dat er één iemand is die geïnspireerd raakt, gemotiveerd raakt. En ik denk dat is mijn succes, dat ik dat wel kan doen, iets. Ja. Nalaten, iets achterlaten. En sinds 5 jaar dat mijn zoontje geboren was. Ja, dat heeft alles veranderd. Want je reden in het leven is totaal anders. Niet alleen maar mensen inspireren, motiveren, maar ook nu mijn kind. En ik wil ook graag dat hij gewoon trots is op zijn vader. Dat is hij ook. En dan zegt hij ook heel vaak, papa, ik ben trots op jou. Nou, dat is mooi om te horen. Maar ik wil ook wel zorgen dat ik goed voorbeeld voor hem ben. En dat is wel belangrijk. Hey, luister, ondernemen is focus. Ja. En nog een paar dingen die ik van je wil weten. Ik las ergens in één keer, kwam ik patat en moor tegen. Klopt, ja. Wat is dat dan weer? Patat en moor is ontstaan uit de liefde voor Nederland eigenlijk. Ik als ondernemer heb mijn businessmodel gecreëerd. En ik dacht van, oké, ik heb businessmodel goed lopende bedrijf, hoe zou het zijn als ik dat businessmodel ergens anders ook toepas? En dat is dan weer dat stukje mensen, ondernemers motiveren. Wat ik al jaren gedaan heb op het podium. Mensen mogen motiveren, inspireren op verschillende congressen. Maar goed, je wil ook wel meegeven aan die ondernemers. Nou, de businessmodel die ik heb gekregen, wat ik ook vertel in mijn boek, is dat het maakt niet uit waar ik het toepas. Je kan van alles succes maken. Dus toen dacht ik van oké, nou, ik hou van Nederland. Ik hou van mijn land. En wat zou ik kunnen doen om kennis te maken met die twee landen? Dus ik heb in Polen heb ik een bedrijf opgericht, Patat en Moor. En eigenlijk niks anders dan friet verkopen. Ja, friet zal altijd friet blijven. Daar kan je niks aan veranderen. Aardappel is aardappel. Mm-hmm. Ja, Chris, maar hoe kan je dat... verkopen. Nou, ik heb een bepaalde tools toegepast, een jasje omheen veranderd. En in Polen is bijvoorbeeld friet is bekend. Maar wat ik gedaan heb is vanuit Nederland wat ik geleerd heb is bijvoorbeeld niet schillen. Er zijn een aantal bedrijven waarvan ik ook voorbeeld heb gehad. En heb ik gezien hoe zij doen. Nou, hoe zou ik dat anders kunnen doen? Dus in Polen, het grootste succes kwam puur alleen maar dat ik pindasaus heb toegevoegd. En pindasaus is niet bekend. Dus op het moment dat de Poolse mensen hebben pindasaus geproefd met aardappels, die werden helemaal gek. En we vinden dat super lekker. En toen kwamen we in media. Dus dat is dat stukje marketing en het businessmodel wat je gewoon iets kan toepassen waardoor je uniek maakt. Nou, helemaal goed. Toen kreeg ik op een gegeven moment had ik eentje ergens in Nederland in Amsterdam congres en er kwam een ondernemer naar me toe en zegt, Chris, mooi, allemaal leuk en aardig en die Nederlandse nuchterheid. Maar ja, dan ga je met een product naar het land waar dat niet bekend is. Ja. In Nederland zou dat niet lukken. Oké, nou ja, je dacht me nu uit. Dus wat ik gedaan heb, ik heb er alles weer. Ik ga in Nederland proberen. Dus eigenlijk, Patat en Moor zit nu in Zoetermeer, in een straat waar je een aantal friettentjes hebt. En heb ik ook weer veranderd. Ik heb een directeur van Patat en Moor is een René. René heeft 15 jaar in gewoon normale snackbar gewerkt. En normale kleren, niks bijzonder. En ik heb hem veranderd naar gewoon chef-kok. Hij is nog een sterren chefkok. In Patat en Moor. Hij doet opleiding. En hij is naar de kapper gegaan. Helemaal ging ze scheren. Mooie brilletje. Horloge. En handschoentjes. Mooie kleren. Echt, hij zit er
top uit als een sterrenchef. Maar hij is dus nog steeds dezelfde persoon. Dus dat was een stukje mentaliteit die hij moest veranderen. Maar nu wordt hij herkend als een sterrenchef, kok van patat en moor. En we maken het gewoon een beetje chiquer. Ja. Maar goed, blijf nog steeds. Friet is friet, aardappel is aardappel. Het is niets anders dan andere tentjes. Wat ik gedaan heb, ik heb weer iets toegepast wat niet bekend is in Nederland. En namelijk, het is een bigos. En bigos is een Poolse zuurkool, een van de favoriete gerechten in Polen. Er zit een beetje vlees in. En dan maken wij, en dan doen we op friet als een topping. Nou, en dat heeft ons ook heel veel bekendheid gebracht. En we hebben daarnaast nog een foodtruck die rijdt door Nederland naar verschillende feestjes. Ja, dat is mooi om te zien. En dat is ook een groot succes. We zijn volgeboekt en er zijn plannen om nog meer foodtrucks te gaan bouwen. Ja. Te grap. Kan niet, bestaat niet. Kan niet, bestaat niet. Hey, tot slot, heb je contact met je ouders in Polen? Jawel, het is heel oppervlakkig. Want eigenlijk, kijk, als je... Mijn ouders zijn nu 60, 65. Mm-hmm. En die drinken, denk ik, sinds hun 16e. Ja, dan kan je nagaan. Elke dag. En het is niet wijn, het is niet bier, maar het is gewoon echt vodka. En dat dagelijks maakt wel wat met je. Dat doet wel wat met je. En dat verandert je als mens. Je brein werkt anders. Je ziet de wereld anders. Dus die contact hebben we niet. Dus als ik na 2 jaar naast mijn ouders, bij mijn ouders ga langs en ga zitten, dan is het stil, snel stilte. Weet je wel, dan we hebben niet echt veel. Er komen geen vragen. Maar ze zijn ook niet anders gewend. Het is hun leven, dus ik neem hun dat niet kwalijk. Maar het is wel fijn af en toe in hun omgeving te zijn. Samen met Mason neem ik hem mee. En dan kan hij met opa spelen. Ook een stukje herinnering is voor straks voor hem. Zijn ze trots? Ik denk het wel. Ik denk dat ze dat niet kunnen uitspreken. Dat is ook iets wat ze zelf niet hebben ervaren in hun leven. Hun ouders waren ook alcoholverslaafd. Dus een stukje ketting die doorloopt, die ik dan doorgebroken heb. Hmm. Maar dat is die verklaring van, ik weet dat ze niet anders hadden en ik neem hem dat niet kwalijk. Tot slot, wat staat er nog meer op je verlanglijstje, zeg maar? Ben je met dingen bezig? Jij bent altijd met dingen bezig. Maar... Ja, nou ja, ik ben nu bezig met mijn derde boek over Nederland. Voor buitenlandse mensen, dus ook voor Polen en voor andere landen die naar Nederland willen komen. Het is niet het boek over mij, maar echt puur over Nederland. De belangrijkste dingen die we moeten leren. Waarom Nederlanders worden genoemd kaaskoppen. Mm-hmm. Nou, ik denk dat je dat niet weet. Nee. Nee, waarom denk je? Ja, het zal iets met de kaasindustrie te maken hebben, denk ik, of niet? Een beetje, ja, klopt. Vertel. Maar niet omdat wij veel kaas eten. Kan jij mij nou vertellen waarom ik een kaaskop ben? Dat kan je wel vinden op Wikipedia. Ja, maar dat is een stukje waar gewoon heel veel Nederlanders niet weten. En Ik vind het juist leuk om te graven en te laten zien. Kijk, dat zijn alle belangrijkste dingen. Maar waarom eten wij kaaskoppen dan? Dan gaan we terug naar de tijden van Napoleon die naar Nederland kwamen. En zijn soldaten die kregen niet betaald, dus ze konden geen eten kopen. Dus ze gingen stelen bij Nederlandse boeren. En toen zagen ze gewoon hele mooie gouden gele kaas. En dat gingen ze stelen. Nou, de boeren konden zich niet verdedigen. Maar op een gegeven moment dachten ze, basta, we zijn er klaar mee. We moeten ons verdedigen. Maar omdat er geen kaas meer was, ze hadden die potten. Dus wat ze deden, in die potten hooi, op hun hoofd, stok in de hand. En zo gingen ze zich verdedigen. De kaaskoppen. En sindsdien worden Nederlanders genoemd kaaskoppen, ja. Chris, dat ik van jou toch een stukje Nederlandse historie krijg. Ja, mag ik jou danken voor dit hele leuke gesprek. Ook, en heel veel succes met wat je nog allemaal gaat doen. Dankjewel, voor jou ook. En dankjewel voor het kijken naar weer een absoluut inspirerend ondernemersverhaal. En wil je er meer zien en je zit op YouTube, blijf hangen. Zometeen 2 nieuwe. Heb je geluisterd naar de podcast? Dankjewel voor het luisteren. Hoi. We'll be right back.